Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Peter Langerak, onderwijspedagoog bij het Nederlands Mathematisch Instituut. Peter, welkom. Ja, dankjewel. Foutloos rekenen ligt hier alweer voor me. Ja, klopt. Nou, daar zal een menig ouder tegenaan lopen wanneer hij bij zijn kinderen is, in de schriftjes kijkt. Zeker wanneer ze op de basisschool actief zijn en zich dan afvraagt wat gebeurt hier eigenlijk en waarom hebben ze zoveel problemen met rekenen. Daar hebben jullie ook mee te maken. Ja, absoluut. Ja, foutloos rekenen is een cursus van het Nederlands Mathematisch Instituut, waar vooral wiskundigen en beta-mensen werken. Ja. En ik ook als onderwijspedagoog. Ja, nou, daar wil ik het ook heel graag met je over hebben. Ja. Want er is nogal wat aan de hand met het rekenonderwijs. Ja. Ook wat er op de pabo's gebeurt. Heel veel ouders zitten ook met hun handen in het haar. Komen dan onder andere bij jullie of kinderen die dyscalculie ontwikkelen. Hè. Tegenwoordig ook heel populair. Ook een soort stoornis wordt dat dan genoemd, zoals we dat ook zien bij dyslexie. Nou ja, jullie hebben daar toch vrij effectieve, goede methodes voor. Maar ja, je zou zeggen, waarom doen we dat niet op een goede manier al op de basisschool zelf? Hè? Waarom worden die goede methoden niet aangeleerd? Daar gaan we het met elkaar over hebben. Maar voordat ik voordat we daar aan toe zijn, toch eerst even over jou. Je bent onderwijspedagoog. Ja. Wat is jouw achtergrond? Nou, ik ben begin jaren 90 begonnen in het onderwijs. Ja, veel eerder natuurlijk, eigenlijk op 4-jarige leeftijd. Ja. Maar begin jaren 90 ben ik begonnen met mijn ronde in het onderwijs op de lerarenopleiding. Ik heb eerst de PABO gedaan, daarna onderwijspedagogiek gestudeerd aan de VU, daarna bedrijfskunde. En daar heb ik eigenlijk mijn werk van gemaakt, onderwijs goed organiseren. Okay. En dat heb ik met name de afgelopen 20 jaar bij hogescholen en universiteiten gedaan. Dus alles wat in de bedrijfsvoering nodig is om dat zo goed mogelijk te laten verlopen. En nu dus bij het Nederlands Mathematisch Instituut. Daar ben ik eigenlijk al van begin af aan bij betrokken geweest, omdat studiegenoten, Sezgin, die hier ook eerder is geweest. Sezgin Cihangir, die hier inderdaad zeer betrokken ook sprak ook over wat hij bij zijn eigen kinderen zag gebeuren. Precies. En op een gegeven moment zelf in actie is gekomen. Ja, precies. Er werken nu ongeveer 40 mensen bij het Nederlands Mathematisch Instituut, vooral beta-mensen. Die verstand hebben van rekenen. Ja. En in toenemende mate begonnen scholen te bellen naar het Nederlands Mathematisch Instituut, omdat foutloos rekenen in eerste instantie begonnen is als particulier onderwijs. Op verschillende leslocaties in het land kunnen kinderen vanuit groep 6, 7, 8 foutloos rekenen volgen. En dat wordt dan verzorgd door een wiskundige, die rekendocent is bij ons. Maar er kwamen vragen van scholen. En dan kreeg ik een telefoontje van collega's van het Nederlands Mathematisch Instituut, dat toen eigenlijk nog geen collega's van mij waren, omdat ik het nog niet werkte. Dat ze zeiden van, ja, er belt een RT'er. Wat is een RT'er? En dat begon ik dan uit te leggen. En dan belden ze een paar dagen terug. Ja, maar nu is het opeens een IB'er geworden. Een intern begeleiding. Jongens, zal ik ze terugbellen? Want ik snap nu onderhand van waar jullie mee bezig zijn met foutloos rekenen. Dus toen ben ik ze gaan terugbellen. Zo ben ik erbij betrokken. Je kent ongetwijfeld de onderwijsvereniging Beter Onderwijs Nederland. Voor de kijkers, u kunt gewoon lid worden en doe dat vooral. Want het is nog steeds hard nodig, of misschien wel harder dan ooit. Wij zijn nogal kritisch geweest op een aantal ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden. Ja. Ook overigens op de manieren waarop veel onderwijsinstellingen zijn georganiseerd. Dus misschien ook wel een deel van jouw kostwinningen voorheen. En niet dat jouw schuld is verder, hè, maar wel dat we toch ook de kritiek hadden op het type financiering en op de grootschaligheid. Maar ook om de toenemende eigenlijk onkunde binnen onderwijsinstellingen zelf. Waar het gaat om de specifieke vakinhoud en wat er nou nodig is. Nou, dat zien we in ieder geval ook in het basisonderwijs. Op de PABO's gaan we het dadelijk nog hebben, want dat is eigenlijk een belangrijk thema. Maar als ik het goed begrijp, jij zat aanvankelijk dus eigenlijk meer in die bedrijfsvoering. Ja. Bedrijfsmatige organisatie van die... Ja. En je kreeg te maken dus met een aantal van je oud-studiegenoten via het Nederlands Mathematisch Instituut. Dus kennelijk werd jij de contactpersoon daar.
Ja, op een gegeven moment, ja, voor scholen. Ja, en scholen die, dat is al 5, 6 jaar geleden, kwamen de eerste scholen van, wij willen ook iets met rekenen. We willen dat verbeteren, want we zijn er ongelukkig mee. Ja. Dus daarin ben ik in die samenwerking begonnen. En dat is nu, zeker omdat de scholen coronasubsidie hebben gekregen, neemt dat een enorme vlucht. Omdat de scholen die contact nu met ons opnemen, en dus met mij te maken krijgen om te kijken van hoe kunnen we een samenwerkingstraject opzetten. Hebben ze nu de middelen er ook voor om dat duurzaam te doen. Ja. Dus ook wel eigenlijk echt ook de, laten we zeggen, de kwaliteit van de docenten ook te verbeteren. Ja. Dus niet alleen maar een eenmalige impuls, maar een substantiële bijscholing eigenlijk. Precies, ja. Direct bijscholing, wij geven les, of onze wiskundedocenten, onze rekendocenten, die geven les. Mm-hmm. En tijdens die les leren de leerkrachten dat. Maar in eerste instantie heb ik het met of een intern begeleider, of een schoolleider, of een leerkracht aan de telefoon. En een presentatie geef ik dan aan het team om de opbouw van foutloos rekenen toe te lichten. Maar vooral eerst ook te kijken van waar zijn zij ongelukkig mee met hun eigen rekenbeleid. Ja, maar het is eigenlijk heel pijnlijk, hè, om te zien dat zoveel scholen kennelijk op dat punt ook echt de expertise ontberen. Dat is, zegt ook iets over dat hele traject, wat dan aan vooraf gaat. Laten we even kijken. Dus we zien natuurlijk de laatste decennia dat, zoals ik het wel eens pleeg te noemen, de huiswerkindustrie en de bijschoolindustrie enorm is gegroeid. Nou, het Nederlands Mathematisch Instituut is daar een voorbeeld van. En dat is ook omdat er evident fouten worden gemaakt in het reguliere onderwijs. Uh-huh. Die ouders met een gevulde portemonnee, of in ieder geval ouders die zien dat hun kinderen tekortkomen, die gaan natuurlijk naar andere wegen zoeken. Ja. Daar komen bijvoorbeeld jullie in beeld. Als je nou zelf gewoon eens kijkt naar het hele veld, hè, je hebt ook wat kun je dus een beeld van geven? Dus wat zien we eigenlijk op dit moment in die onderwijswereld gebeuren? Dus niet alleen jullie, maar... Er zijn heel veel betrokkenen in het onderwijsveld natuurlijk. Maar als ik alleen even naar de basisschool kijk, van er is een schoolleider, een intern begeleider. Ja. Een goede intern begeleider kijkt goed van wat is de onderwijskwaliteit die wij bieden. Niet zozeer naar van welke probleemleerlingen hebben we. Dat valt, zeggen onze rekendocenten, heel erg mee. De zogenaamde probleemleerlingen kunnen ze prima rekenen leren. Ja. En leerkrachten. Veel leerkrachten, ik zie wel een generatieverschil, ook bij mezelf, zeg maar. Misschien mezelf, niet dat ik het voorbeeld ben van de dingen, maar hoe onderwijsland is veranderd. Ik heb zelf de lagere school gedaan, jij denk ik ook. De lagere school gedaan. Dank je voor het compliment. Ja, dank je wel. De lagere school gedaan en redelijk goed traditioneel rekenen geleerd. Dus foutloos rekenen is echt anders, want er zijn echt wel inzichten bijgekomen. Ja. Traditioneel rekenen geleerd. Maar ik ging in begin jaren 90 naar de PABO. Ja. En dan werd gezegd, nee, zo doen we dit niet meer. En dan werd het ons als PABO-studenten afgeleerd op dat moment, begin jaren 90. Want de rekenmethodes op de basisscholen, die zijn veranderd en dat is realistisch rekenen geworden. Ja. Ik weet nog waar ik zat in die klas in Utrecht op de PABO, dat we enorme weerstand hadden van, maar wat is dit nu? En de rekendocent, die ging ons overtuigen, nee, maar dit is de nieuwe manier. Geen staardelingen meer, maar herhaald aftrekken, waardoor je zelfs A3'tjes mee moest nemen naar je stageschool. Dus ik vond het echt chaos hoor. Ik heb het natuurlijk bij mijn eigen kinderen gezien. Ja. Ik zat echt te kijken, melkbusjes, ook die werkboeken. Het was, het waren allemaal figuurtjes, verhaaltjes erbij. Dat is dat realistisch rekenen. Voor de kijker die het niet kent. De huidige rekenmethodes op scholen, die bestaan al jaren. Die hebben geen systematische, duidelijke opbouw wat foutloos rekenen dan wel heeft ontwikkeld. Wat het Nederlands Mathematisch Instituut heeft ontwikkeld. Dat maakt het vele malen duidelijker. Maar wat ik vooral ook zie en hoor in mijn contact met leerkrachten, ook met schoolleiders, maar vooral van leerkrachten zelf, is dat zij zelf niet het overzicht hebben van de leerstof. Ja. Zij volgen de methode. Is op weekniveau, op blokniveau, is gezegd, dat is een lessenserie van 6 en daarna de volgende. En je moet door als leerkracht. Zonder dat je de leerstof zelf
de rekenvaardigheden in zijn samenhang ziet, de opbouw, doorgrond. En vanuit daaruit, vanuit die vakinhoud, les gaat geven. Of in ieder geval dat je die vakinhoud helemaal beheerst en van daaruit je lessen vormgeeft. Een nadeel van schoolmethodes is, eerste lesweek, dan pak je het boek wat voor lesweek 1 is. En volgende week moet je de volgende lessen doen. En daarna. Dus je volgt de methode. Het nadeel van de methodes is dus dat je het moet volgen, terwijl je het zelf moet beheersen als docent. De leraar doet het toe. De vakinhoud moet je beheersen om het vervolgens te kunnen geven. Ja, maar dan begrijp je ook wat voor plek het heeft in het geheel. Precies. Hè, als je iets uitlegt. Precies. Ja, ja, wij zien dat als leerkrachten. Kijk, foutenrekenen is niet moeilijk. Leerlingen kunnen het leren, dus leerkrachten ook. En als leerkrachten het beheersen en het dus ook als instructie kunnen geven en doorgronden wat de systematische opbouw is van dat fundament, dan kunnen ze ook analyseren waar een kind een fout maakt of misschien een fout gaat maken of waar extra aandacht voor moet zijn, omdat ze de rekenvaardigheden doorgronden. Ja, maar goed, dus jij zegt, nee, jij kwam op die PABO, ja. je schrok even van de verandering. Ging je aanvankelijk gewoon zonder slag of stoot mee? Ja, of, Ja. Dat doen natuurlijk de meeste studenten. En dat is ook lastig, dat als mensen die van een afstand naar het onderwijs kijken van, ja, maar die PABO's moeten veranderen. Ja. Kijk, ik ben daarin meegegaan als jonge PABO-student, jonge leerkracht die daarna direct of tegelijkertijd stage liep. En inderdaad op die scholen die methodes tegenkwam. Ja, dan denk je van, ook met de beperkte kennis die je hebt van een vakgebied als rekenen, ga je daar gewoon in mee. En wat je ook hoort, valt mij ook op. Hè, ze hebben dan natuurlijk bijna een soort deconstructiejargon. He, van dat oude systeem is uit de 19e eeuw, dat is mechanisch, dat is industrieel, dat is al de kritiek, van dat is niet meer van deze tijd. En we hebben nu sowieso computers, we kunnen op een andere manier aan het werk gaan. En dan denk je, dat is waar. Ja, het onderwijs is eigenlijk nog helemaal niet veel veranderd sinds de 19e eeuw. We zitten nog steeds in de schoolbankjes en dat kan dus anders. Terwijl eigenlijk de vraag is, ja, maar hoe leren mensen, zelfs Aristoteles, zonder de industriële revolutie, die liet Alexander al zijn opgave doen. Hè? Ja. Rekenen leer je door te rekenen, zo Aristoteles al zei. Ja, precies. Maar goed, dus jij ging in instantie mee, dat geldt natuurlijk voor heel die generatie. Ja, toen was het nog zelfs zo sterk dat in de leerkrachtenhandleiding stond, even kort geformuleerd, schrijf een som op het bord. Laat de kinderen in de klas, de leerlingen, de som maken. En dan stond er in de leerkrachtenhandleiding bij een achterhaalde verschillende oplossingsstrategieën in de klas. Ja. Ja. Nou, dan waren ze bezig. En dan op een gegeven moment moest je zeggen stop, want een aantal waren al klaar. Dus dan zat in mijn eerste klas Harm altijd als eerste omhoog. En dan ging Harm, Harm, leg maar uit hoe je de som hebt opgelost. Maar Harm, de manier van Harm snapte ik nooit. Maar hij loste ze wel altijd op. Maar ik had dat inzicht niet. Nee. Onvoldoende vakkennis, zeg maar, over rekenvaardigheden. Dus, ik liet Harm maar uitleggen en dan was het klaar. En gelukkig was er altijd een andere leerling, Floor, die zei, en Floor snapte ik wel, want Floor rekende op mijn manier. Dus wij hadden dezelfde manier. Dus die ging heel uitgebreid toelichten aan de rest van de klas, in de hoop dat de rest de manier van Floor ook meenam. Want zo had je dat meegekregen, dat je zo dat moet doen. Ja, precies. Ja. Maar daarin ben ik zelf voorbeeld, en dat merk ik nog steeds met leerkrachten nu, en met name de generatie van onder de 40, dat is een hypothese van mij, leerkrachten onder de 40, die hebben zelf de basisschool gehad en als kind realistisch rekenen gehad. Ja. En die hebben niet die weerstand op de PABO gevoeld, die ik wel voelde en mijn andere studenten in de klas ook, van oh, wat is dit opeens? Nee, die zijn gewend met realistisch rekenen, met heel talige sommen direct te gaan werken. Ja. Dat er eerst inzicht moet zijn en daarna weer een volgende som en dan volgende verschillende rekenvaardigheden, alles door elkaar. Dat zijn zij gewend. En dat zijn ze op de PABO gewend, zeg maar, realistisch rekenen. Dus geven ze dat. Er is
er is een generatie, merk ook ik mijn die contacten. Die merkt niet eens meer het verlies of de verandering. Nee, nee, voor hun is het vanzelfsprekend dat er zo gerekend wordt. En ik merk in mijn presentaties en de gesprekken die ik op scholen heb. Ja. Moet ik ook, nou, bij jou mocht ik de opmerking maken van je hebt de lagere school gedaan. Ja. Er werken vooral veel dames in het onderwijs. Dan probeer ik dat ook. En dan zegt ze, ja, maar zo heb ik het zelf op de lagere school gehad. Zegt de generatie van plus 40. Ja. En de andere generatie zegt... En dat is het mooie, dat als ze met foutloos rekenen als leerkracht aan de slag gaan... Ja, maar dit is veel duidelijker. Ja. Nu snap ik het zelf ook. Ja, ja, ja. Die hebben eigenlijk hun hele leven nog niet zo'n helder zicht gehad op... Misschien een element wel. Misschien maar niet op die samenhang. Maar niet die samenhang. Ja. Niet die volgorde die erin zit. In die zin, dat vind ik mijn uitdaging om het leerkrachten... op scholen makkelijker te maken. Nou start ik met de vraag van, hoe ziet dat eruit? Jij begon met die pabo's. Nou, je ziet natuurlijk inmiddels dat, wat ik zei, dat er eigenlijk een hele industrie is ontstaan. Hè? Dus rond dat onderwijs heen, waar jullie een onderdeel van uitmaken. Maar dat is natuurlijk ook een reactie op, laten we zeggen, kinderen die onderpresteren. Ja. Dus wat zie jij als je er zo naar kijkt? Nou, misschien een kleine correctie. Wij geven geen bijles. De foutloos rekenen is echt een cursus. Die begint ook op de eerste les op sommetjes groep 3 niveau. En eindigt die les op groep 8 niveau. En dan per vaardigheid gaat het verder. Dus het is echt wel een cursus. Het is niet zoeken van wat mist het kind. Dat gaan we aanvullen. Nee, we beginnen gewoon van begin af aan met het fundament. Je bouwt het gewoon zelf opnieuw op. Helemaal opnieuw. Ja. Wij, in particuliere trajecten die we hebben, er komen tal van kinderen. Vooral kinderen met lage rekenniveaus in de toetsen. Dus die gaan wel dat herstel doen bij jullie? Ja, die ouders die komen met hun kind. En dat is met name, in CITO-termen zeggen als mensen in het onderwijs zitten, met name CITO-niveau 4-5. Dus dat is de onderste 40% scoren, zeg maar. Ja. Maar wat onze docenten vooral zien, en bevraagt ook in onze vragenlijst aan ouders... Die kinderen die komen als een klein vogeltje binnen. Met weinig zelfvertrouwen. Met een aversie tegen rekenen. Want ze hebben het gevoel dat ze niet kunnen rekenen. Hebben dat ook meerdere keren te horen gekregen. Een aantal jaren al. Dus die hebben daar... Die is niet van, oh leuk, ik krijg bijles. Of ik ga naar de cursus foutloos rekenen. Om 12 weken lang. En elke dag oefenen. Om daar volop tegenaan te gaan. Daar hebben ze niet heel veel zin in. Maar na 3-4 weken, in de derde, vierde les, zien onze docenten die kinderen helemaal opbloeien. Omdat ze zien, ik kan wel rekenen. Ja. En dat is ook, als wij aan ouders voor het particuliere traject vragen, wat is de grootste verandering die u gezien heeft na die 12 weken foutloos rekenen? Dat is zelfvertrouwen. Het zelfvertrouwen van de kinderen is heel goed. Omdat je iets in de vingers krijgt. Ja. Je wordt niet steeds meer geconfronteerd met je eigen onkunde. Nee, precies. Dus plotseling kun je het ook. Ja. Een tijd terug zei een leerling van... rekenen is niet moeilijk als je maar weet hoe het moet. Nou, en wat doen onze docenten? Heel simpel, die vertellen hoe het moet. Ja. En de kinderen moeten dat veel oefenen. Wat wij natuurlijk ook zeggen, het gevaar is dat je natuurlijk het onderwijs gaat therapeutiseren. Hè? Precies. Dus dat je, zie je een kind met weinig zelfvertrouwen, een beetje... die moet naar psycholoog. Nee, natuurlijk kan dat in bepaalde gevallen ook. Maar een goed les maakt mensen ook sterker. Nou, je ziet soms in sommige steden zie je faalangsttrainingen. Van die reclames langs aan de lantaarnpalen. Een docent zei tegen ons, wij kunnen beter zeggen van cursus foutloos rekenen. Want dan is die faalangst voor een groot deel weg. Omdat kinderen leren ook zeker te weten met rekenen. En ze weten wanneer ze het goed doen. Dat is wel een belangrijk kenmerk van rekenen, weten dat je het goed doet. Bestaat er ook al een foutloos lezen of foutloos schrijven? Ja, een aantal jaar geleden hadden ouders de vraag van, hebben jullie ook foutloos rekenen, maar dan voor taal? Dus er zijn ook taalwetenschappers bij ons, of die studie hebben gedaan of Nederlands hebben gestudeerd, die met de cursus grip op tekst bezig zijn. Dat is primair gericht op begrijpend lezen, maar ook vaste systematiek. Heel veel leeskilometers maken. Ja. Ook met een vaste, dat is op basis ook van wetenschappelijk onderzoek, een woordenlijst. De 2000 woordenlijst die onderzoek aan de UvA heeft gezegd. Dit zijn de basis, dat zijn de woorden die kinderen in de basisschool in ieder geval moeten kennen, kunnen en begrijpen. Dus die wordt verwerkt zeg maar in alle teksten. Zodat dat niveau ook op lezen omhoog gaat. Ja.
Ja, nou ja, goed, dus zoals gezegd, dus er is een heel inmiddels natuurlijk een netwerk om dat basisonderwijs heen ontstaan. Jullie hebben daar een eigen plek in. Als je nou kijkt naar de ontwikkeling van pak een beetje de laatste 10 jaar. Dat kun jij denk ik redelijk overzien. Ik had hier het gesprek met onder andere Jan-Dirk Immelman. Die was erg kritisch en ook was bijna defaitistisch. Ja, maar hoe kijken jullie nou naar die ontwikkeling? Dus naast het feit dat je dus die industrie ziet ontstaan. Jullie helpen individuele leerlingen, maar inmiddels dus ook hele scholen. Ja. Ja, en dat is eigenlijk de belangrijkste beweging die we maken. Maar dat gesprek waar je aan refereert, wat vorige week hier was, dat was met name een terugblik, een beschouwende terugblik en nogal somber. Ja, dat vond ik ook, ja. Ja. De inhoud deel ik op belangrijke punten wel. Ja. Alleen wij, in ieder geval ik en de collega's van het Nederlands Mathematisch Instituut, staan er heel anders in. Die zijn niet beschouwend, die zijn aan het werk in de praktijk, die zijn aan het werk. Die zien ook wel de oorzaken, maar die zijn er gewoon aan het werk om dat op te lossen. En ook structureel op te lossen in onze samenwerking met scholen. En er is heel veel optimisme. Is er sprake toch van een soort kentering? Durf je al zo ver te gaan? Dat dit... Nou, we staan denk ik aan het begin. Aan het begin van een kentering. Kijk, ja, aan het begin van een kentering. Inmiddels zitten wij nu op bijna 100 scholen waar we mee samenwerken of hebben samengewerkt. Ja, dat is geen klein bier meer. Nee, maar het is nog geen 1% van de scholen. Maar het is een beweging die in gang is gezet. En dat zijn gewoon mooie voorbeelden van dat als van goede schoolleiders. Die denken van, hey, dit lukt ons niet bij alle kinderen om goed rekening te geven. Ik neem contact op met het Nederlands Mathematisch Instituut. En dan ontstaat er een sneeuwbal van, hey, maar er komt een rekendocent van het Nederlands Mathematisch Instituut. Nou, het resultaat gaat omhoog. Leerkrachten worden erbij geholpen. En dat gaat naar andere scholen in dat bestuur. Die zeggen, maar dan willen wij het ook. Van, wat zijn die resultaten dan? Nu is het zelfs zo dat scholen. Want dat kun je ook dus ook zien. Zodra jullie zeg maar langs zijn geweest en met zo'n school dan aan de slag zijn gegaan, dan werpt dat eigenlijk meteen zijn vrucht af. Ja, direct vruchten. Ik wilde zelf wetenschappelijk onderzoek naar gaan doen vanaf januari. Omdat we nu een hele grote groep hebben en dus goede data kunnen gaan verzamelen. Maar ik zie per casus, per school, zie je duidelijke verschil. Dat wil een schoolleider, leerkracht, intern begeleider, die wil ook weten wat was, voordat foutloos rekenen begon, wat was het rekenniveau qua CITO-scores en wat is het daarna? En dan zie je dat de kinderen allemaal boven de verwachting scoren en ver boven de verwachting. Dat ik soms een intern begeleider, dan krijg ik die resultaten, anoniem, maar dan krijg ik ze binnen. Want het is van, nou, we zijn heel erg tevreden. Dan denk ik van, wow, dit is. Terwijl onze docenten zeggen van, nou, de organisatie had echt veel beter gekund. De kinderen hadden nog meer kunnen oefenen. Die zien dat nog meer. Er kan nog meer uitgehaald worden. Er kan nog meer meegedaan worden. Had nog meer gekund. Dus zij zijn eigenlijk zeker niet 100% tevreden. Maar als ik dan die resultaten zie, dan, ja, ik val bijna van mijn stoel soms. Van de sprong die ze maken. Die op zich logisch is. Maar onze docenten, die, en dat vind ik wel een belangrijk verschil. Hoe ik dat ervaar tussen de rekendocenten van het Nederlands Mathematisch Instituut en leerkrachten. Dat is deels dat een aantal leerkrachten de oorzaak bij de leerlingen leggen, van dyscalculie of dingen. Ja, dat hoor je. Dan zijn we het eigenlijk aan het therapeutiseren. Hè? Want precies. Dat is een soort stoornis die je hebt. Ja, maar dat zullen de rekendocenten van het Nederlands Mathematisch Instituut, die doen dat nooit. Die denken niet zo. Die denken van, ja, maar deze manier van rekenen, die is elk kind aan te leren. En ook elk kind. Elk kind, elke leerling die zij tegenkomen, waar ze les geven, zegt, dan gaat het lukken. En dan is er soms iets van dat een kind moeilijk schrijft, nou, omdat er iets is. Maar dat is natuurlijk altijd. Je hebt altijd degene die er beter in zijn en die er slechter in zijn. Dat hou je. Zij zeggen, degene die er sneller in is en degene die langer de tijd nodig heeft. Ja, dat is een goed punt. Want ze halen het allemaal. Dat betekent dus dat je allemaal op dat minimumniveau kunt komen. Ja, allemaal. Alle leerlingen, particulier, maar, maar dat is heel belangrijk. Hè? Want ik bedoel, dat is natuurlijk ook een gespreksthema hier regelmatig aan tafel. Van, naar mijn mening moet de basisschool eigenlijk rond basis
vakken een minimaal niveau bij leerlingen weten aan te brengen. En zo niet, dan mogen ze eigenlijk niet van school af. Hè? Ja. Dat is om het maar even... Hey, laat je desnoods een jaar zitten. Ja. Maar je wil dat ze kunnen lezen en op een bepaald basisniveau kunnen rekenen. Ja. En dat hoeft natuurlijk nog niet het meest complex te zijn, maar wel die basis. Ja, dat fundament moet er goed zijn. Ja. Dat via jullie methode lukt dat in ieder geval. Ja. Je zegt, jullie zijn begonnen aanvankelijk als een cursus voor individuele leerlingen. Dus kwamen ouders... In kleine groepjes, met kleine groepjes gingen dan aan het werk. Inmiddels doen jullie ook scholen. Ja. Dan begin je natuurlijk als olievlek toch die boodschap te verspreiden. Zeker. Is de volgende stap naar Pabo's? Want dan ga je echt massa maken natuurlijk. Zit dat er al in? Ik word dagelijks gebeld door scholen. Die interesse hebben of wat van de achtergrond willen weten, of waar we al eerder contact mee of waar we een samenwerkingstraject mee hebben. Hoeveel Pabo-docenten hebben mij gebeld, denk je? Nul. Geen enkele Pabo-docent heeft... Maar dat is dus heel scheef. Je hebt nu bijna 100 scholen. Ik weet dat niet aan hun. Ik vind het wel bijzonder. Dagelijks spreek ik leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders. En van de Pabo geen. Misschien wachten zij het nog even af tot wij verder zijn. Nu hadden we het zo even over het onderwijsveld. Er zijn een aantal particuliere initiatieven, zijn particuliere scholen, zijn bijlesinstituten, huiswerkinstituten. Mm-hmm. Ook een instituut als dat van jullie. Er is ook zoiets als een inspectie. Ja. Is die inspectie wel eens bij jullie geweest? Nee, nog niet. Maar, hebben jullie daar contact mee? Ja, ik wel, met een oud collega van mij. Want dit is toch eigenlijk heel belangrijk informatie voor een inspectie. Zeker. Kijk, waar ik in ieder geval zelf blij mee ben, is dat de inspectie als belangrijk speerpunt, ik weet niet precies welke ambtelijke term ze daarvoor gebruiken, maar ze zeggen basisvaardigheden. Ja. Taal, rekenen, daar gaan we de komende jaren op letten. Dus dat is een positief... teken dat ze wetende bij scholen gaan kijken van hey, hoeveel doen jullie aan die basisvaardigheden en wat doe je eraan? Ja, dat is waar. Maar het grote risico is dan natuurlijk dat je uiteindelijk in groep 8 nog steeds aan basisvaardigheden aan het sleutelen bent. Dus de teaching for the test, om het zo maar te noemen. Ja. Want het gaat er natuurlijk om dat je de goede methode gebruikt, dat efficiënt kinderen kan worden bijgebracht, zodat je ook leuke dingen kan doen. Mooie boeken kan lezen. Ja, precies. Want dat is natuurlijk de ellende. Als je gewoon veel te veel uren kwijt bent aan niks... Ja. Ik heb een keer een school gehad, dat was zo'n reformachtige school, althans vanuit die beweging voortgekomen, zeiden, hey, wat mooi dat jullie het in 12 weken kunnen. Ja. Want leren ons het in 12 weken te doen. Op een school moet het echt wel veel langer dan die 12 weken. Tuurlijk, nee. Ook om de werkdruk bij de leerkracht niet enorm te laten stijgen. Maar die zeiden van, als jullie het veel in kortere tijd kunnen en de kinderen kunnen daardoor, dan hebben we tijd voor veel belangrijkere dingen in het leven. Het. En dan zeiden wij ook, ja precies, lezen. Ja, maar dat is het. Ja, precies. Ja. Je moet er niet een nodeloos tijd in stoppen. Nee, dus heel efficiënt bijbrengen, zodat je ook inspirerende en mooie dingen kan doen. Ja, en ook verder kan. Inderdaad, net als met lezen. Ja, zodra je op dat niveau zit, dan kun je misschien een mooi boek lezen. Ja, en ik denk dat dat fenomeen van de ontlezing nog even, naast de digitalisering en het, denk ik, toch het verslavingseffect van mobiele telefoons, wat we ook allemaal hebben. Ja. Maar is het ook dat we die kinderen gewoon te weinig meters laten maken en gewoon niet gewend raken aan boeken lezen. Nee, klopt. Zorg nou gewoon dat je dat met een goede methode er snel... Want geldt dat ook voor taal? Dat jullie ook merken dat je daar eigenlijk vrij snel... Op dezelfde manier. De foutloos rekenen is veel verder ontwikkeld al. Dit is de vierde versie van het boek. Mm-hmm. Van Grip op tekst hebben we het eerste boek. Een prachtig boek. Maar foutloos rekenen heeft zich ook verder ontwikkeld. En dat is ook deels antwoord op jouw vraag van... moeten de Pabo's hier niet in meedoen? Ja. Ja, graag. Er zijn ook Pabo's. Anne Bosman is er bijvoorbeeld geweest. Ja. We hebben een keer op een studiedag van schoolleiders gaf zij een workshop en wij gaven een workshop. Zij is op de goede manier bezig. De andere Pabo's zullen echt ook een keer komen. Maar onze methode moet er wel verder ontwikkeld worden. Dit is het foutloos rekenen opgaveboek.
Ja. We hebben een digitale leeromgeving. Wij willen dat er een handleiding komt. Zodat de leerkracht, hè, leerkrachten zijn gewend dat er een handleiding is. En dan niet van week naar week, maar om foutloos rekenen goed te beheersen en zelf goed te kunnen verzorgen. Wij willen een digitale leeromgeving, zodat we niet aan omscholing doen, maar aan voorscholing. Dat als een rekendocent van ons in de klas komt van een juf in groep 7, dat die leerkracht, de juf, al in onze online leeromgeving de instructie heeft kunnen zien. En dat in de handleiding heeft kunnen doen. En dat je dan gelijk opgaat, of zoveel mogelijk gelijk opgaat. Ja, nou had ik het al even over die inspectie. Ja. Je vertelt dus bepaalde scholen, die gaan met ons mee. Ja. En we zien dat ook gebeuren. Nou, inspectie moet toch ook dan de verschillen zien tussen een school nog niet foutloos rekenen heeft gedaan, één die er heeft gedaan, hoe dat uitwerkt. Tegelijkertijd hadden we het over de PABO's, die kennelijk nog steeds in die oude methode vastzitten. Daar spelen natuurlijk ook allerlei ideologische motieven. Ja. In die, is dat ook iets wat jullie tegenkomen? Dat jullie als het ware toch ook een beetje met argusogen worden bezien? Oh, daar gaan we weer. Dat is die oude methode van vroeger of zo. Of dat willen we dus niet. Nou, niet met argusogen, wel met die vragen. Dat leerkrachten zeggen, maar wat leren jullie nou? Zijn dit dan trucjes? En wij zeggen, je mag het trucjes noemen. Ik als didacticus noem het formele rekenvaardigheden. Ja. Onze wiskundigen, intern noemen het algoritmes, vaste rekenregels. Ja. Wij noemen het fundament met recepten, concepten, streefvaardigheden. Het zijn geen trucjes, want wij leren de kinderen wel inzicht, maar wel eerst de vaardigheid oefenen. Via die operaties. Ja, want oefenen is dan ook een centraal begrip ook, hè? Ja, oefenen is essentieel om te leren. Het is als een... Ja, het klinkt voor jou denk ik ook misschien te vanzelfsprekend voor woorden. Ja, ik zeg al, Aristoteles zegt, rekenen leer je door te rekenen. Ja, maar heel simpel. Er wordt uitgelegd in de eerste les, hoe doe je een puzzel met hele getallen? En dan gaan de kinderen, er wordt uitgelegd en dan gaan de kinderen in de les oefenen. En dan wordt gekeken van of ze dat op de juiste manier oefenen. Dan wordt er nog een keer som gedaan met wat grotere getallen en oefenen, oefenen, oefenen. Ja, dus dat is expliciete directe instructie. Precies. En voordoen en nadoen. Ja, precies. En dat oefenen is essentieel, maar wel het oefenen van één vaardigheid op één stuk. Dat vlot en foutloos gaat. Dat de kinderen die vaardigheid vlot en foutloos leren toepassen. Gewoon op ruitjes papier. Ja. Dit is een opgave. Je schrijver zegt tegen scholen, niet in schrijven, want dan kan je het volgend jaar en de komende jaren nog steeds gebruiken. Ruitjes papier, 1x1, 2 collegeblokken per leerling heb je minstens nodig. Dus bestel maar een pallet, zeg ik altijd tegen scholen. Potlood, gummetje. Want als je fout maakt, weggummen, niet gaan krassen, weggummen. Ja. Netjes schrijven, dat de 0 geen 6 wordt en de 1 geen 7 wordt. Dus ook dat leren kinderen daardoor. En wat wij doen, en daarom kunnen wij het op scholen ook in 12 weken, althans de basis in 12 weken doen. De school kan daarna met de kinderen mee verder. Dat doen we ook particulier. Die blaadjes gaan de kinderen uploaden in ons digitale systeem. En wij hebben een huiswerkteam dat met grote schermen al die blaadjes zit te controleren. Niet of het eindantwoord goed is, maar of de bewerking wel goed is. Dat als je een procentsom maakt... Of je begrijpt wat je aan het doen bent. Van zit alle bewerking op de juiste manier erin. Ja. De methode, echt, hè? Precies. De stappen die je moet automatiseren, die cognitieve vaardigheid die je opslaat in het lange termijn geheugen, dat je dat op de goede manier doet en niet het eindantwoord. Ja, dat is ook belangrijk, maar vooral de stappen. Ja, dat is ook mooi. Hè? Ik heb een keer een essay geschreven. Wie weet hier de weg? En dat was in de bundel Onderwijs in tijden van digitalisering. Dat heb ik samen met Jelle van Baardewijk gemaakt. En dat eigenlijk op het begindeel van die analyse is gebaseerd op het Griekse denken, Plato, Aristoteles. Mm-hmm. Maar ik verbind het ook helemaal aan wat je nu ziet bij Heidegger of Latour, maar het maakt niet zoveel uit. Maar dat methode. Het komt natuurlijk letterlijk in het Grieks over met hodos. Dus het is, het is eigenlijk de weg kunnen volgen. Mm-hmm. Dus vanuit het idee dat er dat je in het denken ook steeds de weg moet volgen die in de zaak ligt. Mm-hmm. Dus dat de zaak een eigen, je zou kunnen zeggen, ruimte heeft waar je de wegen moet kennen. Ja. En zo zie ik ook, of het nou taal is of rekenen, of als het kennen van wegen. En een methode is dan inderdaad de weg, wat wil ik zeggen, weet je de weg, kun je hiermee overweg. Ja. En als je dus kinderen geen goede
instructies geeft, dan weten ze niet meer de weg. Nee. En dan raken ze verdwaald, gedesorganiseerd, verward. Ja, onzeker. 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 Ja. Nou, dat is wat veel leerkrachten zeggen. Van ja, de kinderen weten niet zeker. Maar leerkrachten zeggen dat zelf ook. Ja, ik weet het ook niet. Dus eigenlijk hebben we... Niet, echt lang niet alle leerkrachten, maar veel leerkrachten geven op een onzekere manier rekenen. Ja. Ja, en dat, aan en kinderen dat, die ook onzeker worden. Dat werkt gewoon door. Ja, dus een onzekere generatie die niet precies weet hoe het rekenen is. Ja, dat zie je ook. Ja. Dat zie je ook. Ja, precies. En dat betekent dus dat mensen zwakker staan en dat ze dus ook niet het overzicht krijgen. Ja. En dat heb je dus kennelijk al bij je leerkrachten. Klopt. Die dat hebben. Klopt. Nou, ik had het een beetje over die ideologische strijd. Want ik bedoel, het is geen geheim, zeker voor wie meer ingewijd is in het Nederlands mathematisch landschap, dat er ook wel een stammenstrijd gaande is. Hè? Ik bedoel, iemand als Joost Hulshoff, ook voorheen ook nog wel lid geweest en in het bestuur gezeten van Beter Onderwijs Nederland. Maar ja, die heeft zich ook heel vaak heel boos gemaakt, hè? Ook op het... Hoe heet het ook alweer? Het Freudentaal Instituut, onder andere. Hoe staan jullie daarin? Of blijf je daar gewoon buiten? Nou ja, die boosheid... Kijk, de stammenstrijd, daar moet je nooit in mengen. Nee. Zeker als je denkt dat maar je weet wat ik bedoel. Is. Ja, zeker, absoluut. Ja. Nou, ik heb het zelf meegemaakt toen ik zelf op de PABO zat. En bij onderwijspedagogiek, die studie, speelde het constructivisme ook een zeer prominente rol. En er werd ook door de onderzoekers, door de docenten, veel onderzoek naar gedaan. Wat op zich heel erg interessant is. Maar de vraag is of die onderzoeksresultaten die in zo'n kleine setting, of dat in het hele onderwijs en ook met de leerkrachten waar we mee samenwerken, of dat allemaal te doen is. Dus ja, die stammenstrijd herken ik. Maar dan laten we ons niet door afschrikken of verleiden om daarop in te gaan. Heel veel van onze wiskundedocenten die kennen gelukkig die stammenstrijd niet. Want die zijn gewoon bezig in de praktijk om ervoor te zorgen dat kinderen kunnen rekenen. Bij voorkeur samen met leerkrachten op scholen. Maar die herkennen we wel. En ook door de vragen dat als leerkrachten zeggen... we moeten dit van de schoolleider doen. Dat is voor ons nooit een hele fijne startpositie. Ja. Want we willen juist met leerkrachten die op het puntje van de stoel gaan zitten van... wat gaan we een mooi traject in? Maar als zij zelf opgeleid zijn met realistisch rekenen in die ene stam... En daar wat van meegekregen hebben dat wij van een andere stam zouden zijn, wat niet zo is. Want wij zitten er in die zin deels ook tussen. Maar we laten ons niet zeg maar vermorzelen door een stammenstrijd. Dus, maar goed, jullie zitten natuurlijk wel in de richting die meer voor de klassieke rekenen. Wat wij zeggen staat. Ja, klopt. Wij zeggen de leraar doet het toe. En dus moet de leraar de lesstof zeer goed kennen en doorgronden om dat vervolgens te kunnen geven. En daar komt de systematische opbouw uit voort. Die trouwens voor veel leerkrachten... En 2 weken geleden gaf ik aan een groep schoolleiders een workshop, omdat ze wilden weten wat foutloos rekenen was. En we vroegen aan ze van schrijf op een kaartje de rekenvaardigheid. Op 1 kaartje een rekenvaardigheid. En dan moet je alle rekenvaardigheden die een kind aan het eind van de basisschool moet beheersen. Dus welke rekenvaardigheden moet een leerling beheersen aan het eind van de basisschool? Schrijf minstens 20 kaartjes vol. Nou, daar hebben ze geen moeite mee, dat gaat. Mm-hmm. Geen enkele moeite, dat gaat heel gemakkelijk van dit. En waren ze daar nog geen 10 minuten mee bezig. En wat is de didactische volgorde? Ja. Nee, want je moet beide weten. Je moet beide weten. En dat... Ja, waar begin je? Hoe bouw je waar het op? Begin je? Ja. Dat gingen ze dan vervolgens in groepen doen, waar deels een verschillende opbouw uitkwam. Voor de grap zei ik tot zover het zelfontdekkend leren, nu de systematiek van foutloos rekenen. Maar wat opviel bijvoorbeeld, of wat mij in ieder geval opviel, en een aantal schoolleiders ook, is dat zij bijvoorbeeld breuken helemaal aan het eind plaatsten. Dus de kaartjes breuken, die werden helemaal onderaan geplakt. Alsof ze het de basisschool uit willen duwen. Nou, dat was curriculum.nu wilde dat ook, hè? Voor een belangrijk deel. Breuken eruit duwen. Ja, zeker. Dat was die discussie. Ja. Les 4. We geven 12 lessen. Les 4 is breuken. En onze docenten zeggen, dat vinden de kinderen de makkelijkste les. Om te automatiseren en dat te leren. Terwijl de gedachte is, en ik vind dat zelf interessant om de wereld van wiskundigen, die een logische ordening heeft, en de wereld van scholen, om die met elkaar te verbinden. En die schoolleiders, toen ze deze systematiek zagen,
Ja, die is logisch, dus vindt iedereen die ook op die manier logisch. Interessant, ja, ik bedoel, ja. Maar intuïtief, ik weet niet eens meer hoe het bij mij was geordend hoor, destijds, maar goed ook, als ik je dat nog zou weten. Maar intuïtief zeg ik na vermenigvuldigen en delen. Want delen is eigenlijk al een soort van breuk, dus als je daar bent, dan moet je eigenlijk de overgang kunnen maken. Ja, breuk is een getal. In systematiek foutloos rekenen, de eerste basis gaat uit van 8 recepten. Mm-hmm. En dat is plus, min, keer, delen met hele getallen. Mm-hmm. We doen het ook gelijk met kommagetallen, want dat zijn dezelfde bewerkingen. Ja. En daarna 4 recepten, plus, min, keer, delen met breuken. En dat kunnen kinderen. De schoolleider, intern begeleider was dat, die ik dan terugbelde van, we zijn 4, 5 weken bezig. Hoe vind je dat het gaat? Ze zei van, ik was bij de les met breuken. Ik dacht van, hè? Zij gaf ook aan van, hè, nu al breuken. En zij vroeg aan de kinderen, Gerjan was daar aan het lesgeven, een collega van ons. Hoe valt dat? Hoe valt dat? En weten jullie ook wat jullie aan het doen zijn? Ja. En ze zei, Gerjan, dat weten ze nog niet, maar dat ga ik nu uitleggen. Want ze hadden dus de rekenvaardigheden geautomatiseerd hoe ze breuken, de bewerking van breuken moesten doen. Ja, maar dat is ook de volgorde. Dat was de volgorde. Ja. Maar die interne begeleider zei van, ik heb die ogen nog nooit zo zien glinsteren toen we uitgelegd wat het betekende. Ja. Dat inzicht, die hele klas die straalde. Ja, maar dit is natuurlijk ook iets meer, laten we zeggen, de klassieke aanpak. Dat je eerst gewoon die operatie als het ware bijbrengt. En zorgt dat kinderen in staat zijn die operatie. Precies. En dat je hem dan gaat uitleggen van wat hij nou eigenlijk is. Precies. En dat was ook deels het antwoord op jouw vraag. Hè. Wat zeggen mensen, kijkers niet argwanend. Die zeggen, maar jullie leren ze alleen de vaardigheden. Ja. Ja, dan zeg je eigenlijk dat slechte docenten zijn. Want dan leren ze inderdaad alleen maar een vaardigheid aan. Maar het gaat juist ook om het inzicht. Ja. Maar wel in die volgorde. Maar wel in die volgorde. Ja, ja, maar dit lijkt me ook inderdaad. Ja. En je leert ook eerst spreken later pas de grammatica. Hè? Ja. Dus, ik heb ook eerst leren dankjewel zeggen voordat ik wist dat beleefd was. Ja. Ja. Dus je expliciteert eigenlijk wat er als gewoonte bijna ingesleept is. Ja, dat is lijkt me ongelooflijk belangrijk. Jullie zijn nu met 100 scholen in de weer. Dat aantoonbare resultaten. Wat is het lange termijn doel? Lange termijn doel is dat we niet meer nodig zijn als Nederlands Mathematisch Instituut. Dat is gericht op onze eigen opheffing. Met een groep, hopelijk met nog meer rekendocenten die aan ons verbonden. Want we hebben ook een lerarentekort, omdat we gewoon te veel aanvragen binnenkrijgen. Wat wij willen is dat scholen het zelf kunnen gaan doen. En dat foutloos rekenen zich zo ontwikkelt dat het ook een methode is die scholen als vanzelfsprekend gaan toepassen. Ja, maar dat zou dus ook betekenen dat het grotendeels het einde wordt van dat realistisch rekenen en wat, laten we zeggen, de laatste decennia. Op die scholen in ieder geval wel, ja. Ik denk dat er altijd scholen zullen zijn, mensen zijn die daarin blijven zitten. Ja. Er komen steeds meer scholen bij die zien en ervaren. En we maken de leerkracht ook veel makkelijker met foutloos rekenen. Ja, dat lijkt mij ook. Ja. Dat was ook wat ik dacht toen ik die schriftjes zag van mijn eigen kinderen. Ik dacht, jeetje, je moet het allemaal nakijken, joh. Het is ook chaotisch bijna al in zijn vormgeving. Dan zag ik die schriftjes van vroeger. En denk ik, dat is eigenlijk... Hè, dat is... Als je de schriften nu... gewoon van als iemand een rekenboek openslaat op een basisschool... Ja. Een van de dingen die je direct ziet, is dat de dingen door elkaar lopen. Ja, precies, plus om een keer som. Chaotisch. Ja. Ik had bij diezelfde schoollijst op die workshop een voorbeeld van, dit werkboek hadden we de structuur, de hoofdlijn van foutloos rekenen uitgelegd. En toen ons dan gevraagd, om cirkel is hoeveel vaardigheden, dus recepten, concepten, die je ziet. Dat waren er 10. 10 verschillende onderdelen met kilo's rekenen, met geld rekenen. Dat was dan realistisch, werkelijk waar. Je koopt 783 tomaten. Ja, heb jij dat wel eens gedaan? Ja, dat is realistisch. Ja. Ja. Maar dat ging om honderdtallen, tientallen eenheden. Die snap ik heel goed dat nodig is. En rekenen met geld dat het ook in honderdtallen, tientallen en eenheden gaat. Prima. Maar alles door elkaar. In plaats van eerst een vaardigheid aanleren die goed inoefenen en dan pas verder. Als dat beheerst wordt. En dat betekent foutloos rekenen. Verder gaan als je het in voldoende mate beheerst. Ja, en je zou ook zeggen, kijk, op zichzelf heeft de rekenkundige opgave heeft niet zoveel te maken met tomaten, melkbusjes. Of dat is een of andere domein waar je het kan gaan toepassen. Ja. Maar ik vond dat altijd door elkaar lopen. Dus zorg nou voor het heldere rekenkundige deel.
En dan kun je hem op een gegeven moment ook op tomaten toepassen. Maar die rekenkundige operatie is wat anders dan die tomaten. Precies. En je merkt dat... Tenminste, ik merk ook bij mijn eigen... met name ook mijn oudste dochter... dat ja, die raakte daar ook van in de war. Want die had al veel fantasie, weet je. Dus die, ja. die begon over melkbusjes na te denken. Ja. Over tomaten. Ja. En, ja, ja, ik heb zelf de PABO gedaan en één, dus er is nog steeds een hele goede groep vrienden waar we één keer in de 2-3 maanden met z'n achter afspreken. En dat is ook deels, hè. Peter, het is wel heel serieus, hè, dat rekenen. Het moet wel gezellig blijven. Dus daar moet ik niet te veel over praten. Maar ze zeggen, joh, ik geef les in groep 3 of 4 en dan heb ik het over bussommen. En vertel ik, we gaan met de hele klas naar de Efteling. En dan zeg ik, ja, met de hele klas aan de Efteling, dan ben je mij kwijt. Ja. Dan ben je niet meer aan het rekenen. Ja, nee, precies. Ja. precies. Maar, en dat kun je af en toe wel doen. Ja. Hè? Maar als je wil die helderheid ook van die operatie. Precies, precies. Dat is de... Ja. En die kinderen die vijf zeggen hebben gedaan, wij doen ook heel veel redactiesommen. Dus verhaaltjesommen, contextsommen, maar wel aan het eind. Ja, we doen het ook al wel bij stapsgewijs bij de plussommen een paar. En daarna door. Ja. En dan heel veel redactiesommen oefenen. Zodat je ook... Dat is ons ook een volgende boek. Dat wordt het extra opgaveboek. Want het fundament zit er hierin, rekenkunde. Ja, tuurlijk. Maar redactiesommen... wij weten oppervlakte berekenen is lengte keer breedte. Maar kinderen, we weten dat misschien nog helemaal... Of ja, veel kinderen weten dat niet. Dat moet ze geleerd worden. Dus dat extra opgaveboek... daar komen heel veel sommen alleen over oppervlakte. Zodat als een leerling dat leest... En dat vaak heeft gedaan. Schrikt hij niet meer. Ja, oppervlakte. Of er nou een vloer, een muur of de straatstenen zijn. Die weet wat het is. Omdat dat ook opgeslagen is. Nee, dus je moet het eigenlijk ook wel die vertaalslag maken. Maar het lijkt me inderdaad het meest gezond in die volgorde. Ja, dat is, precies. Ik had het al even over dat gesprek met Immelman. We hebben de inspectie die nu in ieder geval, denk ik, alerter is. Hè, want we weten inmiddels dat natuurlijk de afgelopen 20 jaar het niveau op basisschool, zowel wat lezen betreft, maar ook wat rekenen betreft, dat gewoon echt dalende is. Ja. Dus het schip moet wel gekeerd worden. Nou, jullie vervullen daar een rol in. Je vertelde net even over die eigenlijk de nieuwe situatie die is ontstaan rond die 8,5 miljard van Slob. Ja. Dit is dan wel het moment om eigenlijk een soort grote frisse wind door het Nederlandse rekenonderwijs te laten waaien. Ja, zeker. Ja. Wat moeten mensen nou doen als ze dit zien en iets bij hun zoon of dochter constateren? Als ze denken van, nou ja, dit is... Iedereen die wil leren rekenen, kan bij ons leren rekenen. In ieder geval in een particuliere traject. Ja. En als het een school is... Nou ja, het mooiste is dat je het ook voor natuurlijk de klasgenootjes doet, toch? Ja. Zeker, zeker. Ja. Maar die discussie moet eigenlijk op gang komen, toch? In die medezeggenschapsraden. Dat gebeurt ook, hoor. Dat we ouders die in de medezeggenschapsraad zitten... die bellen van, ja, maar die school die wil niet. Maar willen jullie de school bellen? Dat is wel gaande. Dat is wel gaande, maar ik vind het heel lastig om een directeur van een school te bellen van, hey, een MR-lid belt mij en die vindt dat jij je rekenbeleid, dus dat ga ik niet doen. Nee. Wij willen graag werken met gelukkige leerkrachten die ongelukkig zijn met hun rekenbeleid. Ja. En niet, want wat we vooral tegenkomen is ook heel veel gelukkige leerkrachten die gelukkig zijn met hun rekenbeleid. Ja. En dan kan iemand in de MR gaan zeggen, of ik gaan zeggen, ja, maar dat... Ja. Als die kinderen daar evidente dupe van worden, dan kan je wel gelukkig zijn, maar het gaat uiteindelijk toch om wat die kinderen kunnen aan het eind van de rit, toch? Ja, maar dat vinden wij. Nou, lijkt mij belangrijk. Als het kind centraal staat, dat zeggen ze toch zo vaak tegenwoordig. Wij zijn het heel veel anderen zijn het daarmee eens. Die vinden dat ook. Maar als de fundamentele rekenvaardigheden op een school niet worden gehaald, dan noemen jij en ik dat een onderwijsramp. Ja, zeker. Op heel veel scholen wordt dat niet als ramp gezien. Dat is, er zijn ook kinderen die... Die leren andere dingen. Die leren aan, die zijn goed met hun handen. Of kunnen, met je handen. Iedereen die een beroep heeft met zijn handen, rekent. Iedereen. Ja, natuurlijk. Ja. Elke burger moet kunnen rekenen. Je moet iets van je huur of je hypotheek. Of iets. Je rekent, iedereen rekent elke dag. Dat was ook het idee van basisschool, toch? Ja. Vrij bazaal. Maar Ik vind dat eigenlijk dat hele jargon ook gewoon verkeerd. Daar heb ik het toen met Immelman ook over gehad. Ja, kijk, dat kinderen andere dingen leren. Ja, natuurlijk prima. Ook hartstikke goed. Hè? Zeker. En ik vind het ook mooi dat ze een instrument leren spelen. En goed leren voetballen. Zeker. En daar ben ik ook helemaal voor. Hè? Maar laten we wel zorgen dat die basis erin zit.
Ja, en dat kan op een makkelijker, duidelijker manier. Ja, ja. Dan kan je ook nog aan besteden aan die andere zaken die minstens zo belangrijk zijn. Maar wel in die volgorde, denk ik. Alleen het punt, ik probeerde dat net ook aan te geven van... een basisschool moet ook leuk en gezellig zijn. Dat vind ik ook, hè? Ja. Je moet geen zaggerij, niet een vervelende school hebben. Maar PABO, kiezen voor de PABO... Het moet vooral leuk en gezellig zijn. Je moet het leuk vinden om met kinderen om te gaan. Niet de motivatie, ik wil kinderen wat leren en ik wil een bijdrage leveren. Daar gaat het fout wat mij betreft. Ja, je moet mensen iets willen leren, omdat je dat belangrijk vindt. Precies. En dat ze daar de rest van hun leven iets aan hebben. Kijk, het is geen... Het is geen jeugdsoos. Het is een school. Het is ook niet de scouting. Nou, daar leren ze trouwens ook nog wat. Ja, zeker. Maar nee, het idee is dat ze hier de vormende jaren van hun leven hebben. Ja. Waar ze de rest van hun leven de vruchten van plukken. Ja. Of soms ook de wrangenvruchten. Maar... Nee, klopt. Klopt. Alleen, kijk, dat leuke imago van de PABO, waardoor dat mag het zijn. Maar soms is het te leuk. Ja. En mag ook die serieuze kant hebben. Alleen, als ik ben ooit, lang geleden docent op de PABO geweest. Psychologie gegeven, lang geleden. Maar als ik nu docent rekenen zou zijn op de PABO, zou ik het heel lastig vinden. Ik zou zeker aandacht besteden aan foutloos rekenen. Maar het is heel lastig als ik docent rekenen wiskunde ben op de PABO, om tegen mijn studenten te zeggen, ga terug naar je stageschool en ga over foutloos rekenen vertellen. Want dat gebruikt die school nog niet. Of kent het niet. En dan ga ik de studenten van de PABO opzadelen met de blijde boodschap van foutloos rekenen. Waar wij voor vanuit het Nederlands Mathematisch Instituut voor moeten zorgen, is dat dit een methode is die op veel scholen gebruikt wordt. Nou, dat is wel jullie pad. Jullie zien de verandering toch in de eerste plaats op die scholen zelf. Zeker, ja. Maar dat hoor je ook wel van sommige PABO-studenten. Zeggen, nou ja, ik had een hele goede stage, maar daar heb ik uiteindelijk op die school leren rekenen. Ja, precies. En niet op mijn PABO. Precies. Want als de... Vaak wordt... Nou, we hebben het over inspectie gehad, PABO's, de school en de mensen die daar werken over gehad. Maar de uitgeverijen moeten we ook niet vergeten. Ja. Want nee, zeker. Het didactisch materiaal. Het materiaal wat je op tafel... Als een basisschool de rekenmethode... op deze tafel zou leggen, zou die vol liggen met boekjes. Dan hoef je niet alle boekjes van de leerlingen er neer te leggen. Maar de tafel ligt vol met boeken. Die kan een basisschool, want dat is de houvast van veel leerkrachten, omdat ze het nog niet machtig zijn. Wordt er ook nog een digitale omgeving bij geleverd. Precies. Ook nog je proefwerken. Of je, Maar dat is ook de houvast van leerkrachten, omdat ze de vakinhoud niet als houvast hebben. Ja. Dus we kunnen niet zeggen van, nou, gooi die hele tafel met boeken, met methode maar het raam uit. Nee, dat is het hele punt. Precies. Op het moment dat jij zelf ook niet zeker staat, dan hou je vast aan de methode en dan ga je die methode volgen. Precies, ja. En dat betekent, en ik bedoel, dat is natuurlijk ook een ironie. Dus je zegt, nou ja, ieder talent centraal, maar het feit dat de leraar zijn eigenlijk onvoldoende toegerust is om gewoon zijn eigen lessen in te richten. Dat geeft wel wat aan, hè? Word je de slaafs. Zeker. Maar wat moet de leerkrachten die dit beheersen, die vinden het vanzelfsprekend. Dat zien we misschien wel heel maatschappelijk. Zeg maar wat we moeten doen en dan lopen we dat parcours af. Ja. Ik wil niet naar de coronacrisis, maar goed, laten we het allemaal niet over hebben hier. Maar, maar dit is natuurlijk wel heel belangrijk, dat op het moment dat je iets beheerst, ben je ook in staat om eigen afwegingen te maken. Zeker. Zeggen van, ik kan me bij mijn leraar helemaal niet herinneren dat we methoden... Nee, maar ik heb het toch vrij goed leren rekenen. Weet je. Ja, maar de leerkrachten die hier, die vinden het vanzelfsprekend om foutloos rekenen, op de systematische manier van foutloos rekenen te geven. Maar voor hun is het ook een genot, omdat zij de stof beheersen. Het voorbeeld wat ik aan het begin gaf, dat ik een som op het bord moet schrijven en Harm, de slimste, die heeft een manier bedacht waar ik niet mee uit de voeten kon. Ja. Nou ja, dan maar naar Floor, waar ik wel snapte. Ja. Dan maak je jezelf ook onzeker. Ja, zeker. Dan denk ik van, prima, maar laten we dat maar doen. Terwijl, wat moet het voor leerlingen genot zijn om het zeker te weten? Ja. Maar in de eerste plaats voor leraren. Leraren die gewoon veel steviger staan. Ja, precies. En gewoon weten, dit heb ik in de vingers. Ja, precies. En zo kan ik het doen. Ja, precies. Ja. Dus jullie gaan naar de scholen. Dat is in ieder geval, met die 8,5 miljard neemt dat waarschijnlijk nog wat toe. De komende tijd.
Ja, er wordt ook heel veel andere dingen van gedaan, toch? Ja, maar, nee, maar... Ja. Maar nee, ja. Dat is zeker anders. Dan zat je hier niet... kom je voorrijden met chauffeur. Nee, maar daar zullen jullie natuurlijk ook voordeel uit halen. Niet zozeer financieel, maar wel. Nee. Hebben jullie nog behoefte aan leraren zelf? Ja, zeker. Ja. We hebben onze... ja, dus wie dit ziet en denkt van ik wil bij een mathematisch instituut... Dan is vacature tekst luidt gezocht wiskunde nerd met sterke sociale vaardigheden. Contradictie? Ja. Wel nee, al meer dan 40 collega's gingen je voor. Dus, ja. Maar wel die combi, wel die combi. Ja. En mensen vinden het ook heel leuk om te doen, kennelijk. Ja, onze docenten zijn heel erg enthousiast. Ja, zij zien, en zeker ook op scholen, maar gewoon in particuliere trajecten ook, zien ze ook de kinderen helemaal opbloeien. Nou, dat merken ze aan de ouders. We hebben particulier al ruim 10.000 leerlingen gehad. Dus dat is ook een enorme stap die we gemaakt hebben de afgelopen 10 jaar. Maar dat is een druppel op de groeiende plaat, hè? Om even met iemand te spreken. Maar die 100 scholen, dat begint natuurlijk wel... Zeker. En dan zeker, heb je de zeker. Multiplier effect. Ja, dat klopt. Nee, voor structurele verbetering is het een druppel. Ja. Voor een individuele leerling en ouders is het geen dubbel. Nee. Geen druppel. En voor een leerkracht die denkt van hey, nu snap ik en beheers ik rekenen en kan ik het geven ook. Dat is geen druppel. Die gaat tientallen, honderden leerlingen goed rekenen leren. Ja. En dat er nog meer kunnen worden, ja, fantastisch. Ja. Ja. Nou Peter, ik wil je hartelijk danken voor je toch zeer, wat zal ik zeggen, inspirerende uitleg van wat jullie aan het doen zijn. Heel betrokken ook, dat is denk ik ook hard nodig rond dit onderwerp. Dus ik wens jullie heel veel succes met het doen van dit missiewerk, want dat is er zo lang, langzamerhand. En ik mag hopen dat dit ook wordt opgepakt door ouders, maar vooral ook door schoolleiders en bestuur. Zeker. Dus, hartelijk dank. Dankjewel. Beste kijker, als je meer van dit soort uitzendingen van De Nieuwe Wereld wilt blijven volgen, abonneer je dan op ons kanaal.